Hallo iedereen. Wat hier volgt is een korte uitleg over wat je allemaal kan doen in Smart School voor het vak Nederlands 1. Eerst en vooral moet je je aanmelden op Smart School en vervolgens ga je naar vak Nederlands 1. Vak Nederlands 1 zie je hier links een heel aantal zaken. Zoals je kan zien is vaknieuws het eerste vakje waar je terechtkomt. Dit filmpje dat je nu doorgestuurd hebt gekregen via mail zal je hier ook te vinden krijgen. Vervolgens gaan we naar Smart School Live. Smart School Live kan je het beste vergelijken met de applicatie Skype. Wat betekent dat ik persoonlijk, ik weet niet over de volgende, over de andere leerkrachten, maar ik zal persoonlijk tussen 1 en 2 elke dag beschikbaar zijn op Smart School Live, indien je vragen hebt over de cursus, over de hoofdstukken die je zelfstandig moet maken, over oefeningen, oorschrijfopdrachten en dergelijke meer. Simpelweg gewoon toevoegen aan een bepaalde sessie via Nederlands 1 en dan kan je met mij communiceren. Vervolgens vind je hier documenten. Documenten is een heel belangrijk onderdeel, zeker voor mij als leerkracht, want hier gaan ook alle instructiefilmpjes komen te staan voor de onderdelen die jullie zelfstandig moeten maken. Laten we eerst even kijken naar mijn klas, namelijk 1D. En hier vind je een heel aantal onderdelen. Kijk hier vooral ook naar huislectuur. Indien je je leesdossierbundel bent kwijtgeraakt, kan je deze hier terugvinden. Vervolgens ga je ook schooltaalwoorden moeten inhalen of doen. En schooltaalwoorden kan je hier per deel vinden. Per deel vind je hier dan ook de invullijst met schooltaalwoorden. En eens jullie voldoende gewerkt hebben met de boekwidgets, dat ga ik straks uitleggen, dan komt hier ook de ingevulde PowerPoint in. Vervolgens krijgen we hier dan ook in dit onderdeel het werkboek Campus 1. En in werkboek Campus 1 zie je de 5 onderdelen die je in je cursus ook kan terugvinden. In dit onderdeel van Smart School van het vak Nederlands 1, vind je dan ook niet alleen de ingevulde PowerPoints, maar ook de eventuele schrijfopdrachten. Die vind je in Doc voor Word en in PDF. Wij raden vooral document aan van Word, zodat je die op je computer kan aanpassen en kan uploaden. Opnieuw, uploaden, dat ga ik straks uitleggen. Die documenten kan je bekijken of je kan die volledig downloaden. Vervolgens heb je dan ook de weblinks. De weblinks zijn heel belangrijk indien je een onderdeel van de theorie nog eens wil bekijken of je wil een aantal oefeningen maken. Mevrouw Askoop en mevrouw Vertriest hebben hier een heel aantal filmpjes en instructievideo's opgezet, zodat je zeker genoeg hulp krijgt bij het maken van de lessen. Ook staan hier het spreekwoordenboek, Vandalen woordenboek en het woordenboek voor de antoniemen die je steeds kan gebruiken. Spreekwoordenboek vooral voor les 45 en het woordenboek voor de antoniemen vooral voor les 42 dat je zal moeten maken. Naast de weblinks heb je dan ook taken. Hier staat niet in. Wij kunnen als leerkrachten hier taken inplaatsen, maar wij gaan dat niet doen om het gemakkelijker te maken voor jullie. Volgende onderdeel zijn de oefeningen. Oefeningen zijn de boekwidgets waar ik net naar verwezen heb. Je ziet hier per les een heel aantal boekwidgets die mevrouw Askoop en mevrouw Vertriest hebben gemaakt. Enkel en alleen als hier elke leerling de oefening heeft gemaakt en verzonden, wij kijken dat natuurlijk na, enkel en alleen als deze dus gemaakt zijn door iedereen, komen de ingevulde PowerPoints op Smart School bij de documenten te staan. Vervolgens heb je de uploadzone. De uploadzone heb ik ook reeds vermeld. En die uploadzone gaat over de schrijfopdrachten. Wij moeten die ook kunnen verbeteren en wij kunnen dit alleen doen als wij jullie Word-documenten of PDF-documenten ontvangen. Hoe load je zoiets op? Namelijk door op jouw klas te klikken, op de uploadzone te klikken en daarbij bladeren. Bij bladeren klikken en dan kan je je eigen bestand kiezen in je computer. Ik ga dat nu niet doen, want ik heb zo geen documentje.
Hier kan je dat dus uploaden en wij kunnen dat dan zien. Dat gaat zoals hier bij mijn leerlingen voor les 33 duidelijk is, ga je dan onder jouw naam in jouw klas terechtkomen. Dit was het dan voor de uploadzone, iets moeilijker en is vooral voor de leerlingen van 1D, want ik heb dit uitgelegd aan mijn klas. Ging over groepswerk les 36. Zij moesten een schrijfopdracht maken, ik geef nog door via mail wanneer deze binnen moet. Kunnen zij zaken uploaden? Hoe kunnen zij dit doen? Eerst op groepswerk inklikken en dan hier een bestand selecteren. Opnieuw, je zet er een bestand in en dan wordt dat geüpload. Eens dat geüpload is, dan komt dat te staan onder de naam van die persoon. En dan kan jij als leerling, als medeleerling van die klas, feedback geven, downloaden, wijzigen, maar liefst niet verwijderen natuurlijk. Indien je feedback wilt geven, kijk zeker vooral eerst nog eens naar les 18 hoe je dit zeker correct moet doen, want ik ga jullie daar wel voor een deel op beoordelen. Voor je feedback geeft, moet je het natuurlijk downloaden en het lezen natuurlijk. Vervolgens heb je het voor je. Wij weten dat Smart School Live dat bestaat en dat wij daarmee kunnen werken. Maar soms zijn jullie veel later of veel vroeger wakker dan wij. Of zijn jullie op Smart School en hebben jullie een heel dringende vraag. Op dat moment kunnen jullie vragen stellen via het forum. Hoe doe je dat? Door simpelweg op mijn eerste bericht te klikken en dan een nieuw bericht te maken. Zorg er wel zeker voor dat je eerst de vorige vragen en antwoorden bekijkt, dat je niet steeds dezelfde vragen stelt. Dit was het dan voor het filmpje over de uitleg wat hier te doen en te leren valt. Nog een prettige dag verder.